Welkom bij product update nummer 16 van Dynamite Magic Shop. Het is bijna mei, vandaag is het net april, 30 april. Voorheen koning in de dag, maar dat is er niet meer. Het is nu Koningsdag, 3 dagen eerder. En we hebben weer een heleboel nieuwe dingetjes. We beginnen met de volgende. Ik heb hier een voorspelling, die laat ik jullie even zien. En die voorspelling, ik laat hem hier even liggen, ligt hier op het kopje. Voor de rest hebben wij een spel kaarten. Allemaal verschillende kaarten uiteraard. Compleet spel. Nou, je vraagt de toeschouwer om ergens stop te zeggen. Maakt niet uit waar de toeschouwer stop zegt. En hij zegt ergens stop. En je kiest de, ik pik even mee, de harte 8. Nou, dat zeg je heel mooi. Want ik had namelijk een voorspelling gemaakt. En die voorspelling is de ruiten 3. En dan zeggen mensen, nee, dat klopt niet. Zeg je nee? Hoezo klopt niet? Nee, zeggen ze, het was de harte 8. Oh, zeg je harte 8, wacht even dan. Maar als je heel goed kijkt, verandert namelijk die ruiten 3 alsnog in een harte 8, zie je? Nou, dit is een mogelijkheid, een tweede mogelijkheid. Pak er even een bankbiljet bij. Kijk, wat staat er op dit bankbiljet als je het leest? Na Sif. Nou, stel voor, je tikt iemand op zijn hoofd en zegt, je leest alleen nog maar hele rare woorden. In dit geval leest iemand na Sif. Dan zeg je, is vreemd. Want als ik je opnieuw op je voorhoofd tik, dan lees je heel normale woorden. En als je dan opnieuw leest, staat er magie. Nou, dit is maar een snel ideetje. Kun je natuurlijk heel mooi uitwerken. En beide effecten zijn gedaan met het hot selling item van het moment. Samen met EVP of EVP. Is Pink, P,1, absoluut een topseller. Deze speciale stift maakt het mogelijk om al deze dingetjes te kunnen doen. Dus je kunt hiermee voorspellingen laten veranderen, je kunt woorden laten veranderen. Noem maar op, check het filmpje en je zult precies zien wat er allemaal mogelijk is. Overigens zit er een uitgebreide online instructievideo bij. Heel uitgebreid met heel veel ideeën. Ook een brainstorm session op het eind waarbij nog meer ideeën worden aangedragen. Dus het is echt een aanrader. De stift, compleet met de instructies, kost €39,50. Stift gaat heel lang mee. Honderden gimmicks kun je hiermee maken. En let op, als je een gimmick eenmaal gemaakt hebt en je bent er gewoon zuinig op, net als op deze kaart, kun je hem blijven gebruiken. Het is niet zo dat je hem één keer kunt gebruiken, je kunt hem blijven gebruiken. Dus het is, je kunt daar echt heel veel mee doen. Pink kost €39,50, valt in de categorie gemakkelijk te vertonen en is uiteraard uit voorraad leverbaar. Ik ga het even opzij. Als tweede item, een item wat niet direct nieuw te noemen is, maar wat een klein beetje uitleg vergt. Jaren geleden kwam John Kennedy met de Mystery Box op de markt. Een van de vele car-to-box effecten. Tommy Wonder had ook ooit zijn eigen versie, maar dit was eigenlijk hoe de Mystery Box er toen de tijd uitzag. Het is een klein houten doosje. Kun je als je wil ook nog gerust leeg laten zien. Is helemaal leeg van binnen. Dekseltje is verder ook ongeprepareerd. Nou, ik zelf gebruik het altijd met een elastiekje. Dat heeft gewoon te maken met nieuwsgierige toeschouwers. Doe ik eromheen. En zet ik neer. Nou, wat ik al vertelde over de Mystery Box. Die werd jaren gemaakt door John Kennedy. In hele mooie houten uitvoeringen. Maar tegenwoordig is die niet meer in hout, maar in grijs plastic. Waarom? Ik weet het niet, ik vind het zonde. Omdat toch veel klanten bleven vragen naar een houten versie, hebben wij deze versie. Is het de originele John Kennedy? Nee, want die wordt niet meer gemaakt in hout. Dit is een andere versie, de prijs is dan ook de helft. Maar deze werkt net zo goed en is super. Ik zal je laten zien wat je hiermee kan. Je zet het doosje neer. Eventueel laat je het leeg zien, zoals ik dat net deed. Op tafel. Pak de kaartspel. Ik heb een nieuw kaartspel. Ook allemaal verschillende kaarten. Nou, een toeschouwer mag een kaart kiezen. Ik ga er even eentje pakken ergens. Bijvoorbeeld hier. Deze. Check hem even. Check hem ook even zelf. Ruit 8 is dat. Ik zet daar even op. Doos. Yeah. Waarom? Nou, omdat het een truc is met een doosje. Doosje. De kaart. Ga terug in het spel. Op deze manier. Je kunt de kaarten uiteraard nog schudden als je dat wilt. Je kunt ze nog op andere manieren schudden.
Schuiven we zo nog eventjes in elkaar. Zo. Zakken. Kijk. En nou is het mooie. Nu kun je namelijk deze kaart heel makkelijk laten omkeren in het spel. Dat gaat als volgt. Je knipt in de vingers. En dan keert de kaart zich niet zo om. Dat zou je natuurlijk zien. Niet zien. Maar hij keert zich zo meteen beeld omlaag. En als je door de kaarten gaat. Ik zal het even zo rechtop houden. Is misschien beter. Zul jij zien dat één kaart omgekeerd zit. En het is namelijk, wat hadden we ook alweer? De ruiten 8. Nou, ik zou hier ook iets omgekeerd moeten zien, maar ik zie helemaal niks omgekeerd. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Oké. Vreemd. Dat blijkt eigenlijk dat die kaart verdwenen is. Dan staat hier een doosje met een elastiekje. Normaal laat ik een toeschouwer het elastiekje eraf halen. Ik laat een toeschouwer ook het dekseltje eraf halen. En dan zit in het doosje zit een kaart. Ik zal het er even uithalen. Zo. De toeschouwer zelf mag die kaart vervolgens openmaken. En als de toeschouwer die kaart openmaakt, is dat, jawel, de ruiten 8 met daarop het doosje. Ideale uitvoering, mooie uitvoering. Compact, past in je zak. Meteen te herhalen. Moeilijkheidsgraad. Als je het op deze manier doet, is het wat lastiger. Vergt toch wel een speciale handeling. Is er een makkelijke methode? Ja. Wat is de makkelijke methode? Ik ga niet uitleggen wat er meteen makkelijker aan is. Maar goed, je ziet de kaart zit gevouwen in een doosje. Dat betekent dat je iets moet doen. En dat moet je doen terwijl iedereen je aankijkt of naar je handen kijkt. Er is een optie waarbij je zegt, ik ga op zoek naar jouw kaart, achter je rug. Je komt één kaart tevoorschijn en zegt, was dit jouw kaart? Dan zeggen mensen nee. Nou, en vervolgens zit die in het doosje. Die versie is heel gemakkelijk. Dus zou je dat niet meteen durven om alles in het volle zicht te doen, dan kun je het altijd achter je rug doen met een andere smoes erbij en dan werkt dat perfect. Nou, mijn persoonlijke mening overigens over de Mystery Box. Je hebt momenteel zoveel verschillende soorten. Je hebt 360, transparant doosje. Je hebt Mystery Solved, transparant doosje. Je hebt van David Regal de Clarity Box, transparant doosje. Dat betekent, er staat een transparant doosje op tafel met je kaart erin. Mensen kiezen een kaart, de kaart verdwijnt en de kaart die in het doosje zit blijkt de gekozen kaart te zijn. Wat denkt een toeschouwer dan? Ik weet niet hoe het kan, maar het kan niet. Want het kan niet dat daar iets zit wat ik zo net nog hier lag. Sterker nog, er zit de hele tijd een kaart in en ik heb hier een kaart gesigneerd. Dus ergens klopt er iets niet. Het is niet te verantwoorden. Nou, ik vind de Mystery Box, die ik overigens jaren al zelf gebruik, is het hele sterke dat je het doosje leeg laat zien. Ik zelf plaats het op tafel met elastiekje erom en geef één iemand de verantwoording. Jouw ogen zijn de ogen van iedereen aanwezig. Zorg dat ik het doosje niet aanraak. Nou, vervolgens doe ik al mijn kaartroutines, andere routines. En op het einde is mijn kaart, de gekozen kaart, verdwenen. Ik kijk de persoon aan die op het doosje moet letten en zeg, heb je goed opgelet? En dan krijg je meestal, nee, kom op, nee, dat kan niet. Zeg ik, heb ik het doosje aangeraakt? Heb je dat gezien? Nee, zegt hij. Heeft iemand anders het gezien? Nee, ook niet. Maar de kaart is wel weg uit mijn spel. En dan vallen mensen al bijna om van verbazing. Dan laat ik een toeschouwer dus dit eraf halen. Een toeschouwer het doosje openen. Ze zien de kaart zitten. Gooi hem op de hand. Een toeschouwer mag hem ook openvouwen. En dan krijg je echt een waanzinnige reactie. Wat vragen mensen dan? Wanneer heb je dat gedaan? Hoe heb je die kaart erin gestopt? Noem maar op en noem maar op. Wat is het voordeel daarvan? Als goochelaar word je graag als vingervlug gezien. En dat je onmogelijke dingen kunt. Dit is er één van. Hier word je namelijk beoordeeld op vingervlugheid. En hoe, op welke ongelofelijke manier jij, zonder dat de mensen het gezien hebben, een kaart hebt opgevouwen en in het doosje hebt gestopt. Bij de transparante versies ja, is er gewoon iets wat niet klopt. En gaan mensen ook niet zo ver nadenken. Dus ja, qua professionaliteit vind ik persoonlijk dit beter. Maar goed, dat laat ik aan jezelf over. We verkopen dit op de site onder de naam Illusion Card Box. En Illusion Card Box komt compleet met papieren instructies in het Nederlands en een Engelstalige video instructie. En kost €35. Alright. Dan een hele coole DVD-set van Luke Germain. Germain's Mind. Nou, we hebben Luke Germain al hieruit voor een lezing ooit. Ik zelf vond het qua mentalisme echt de beste lezing ooit. En als je deze DVD zou bekijken, dan weet je meteen waarom. Luke krijgt het voor elkaar
om een show van een half uur neer te zetten met enorm sterke effecten, zonder ook maar één voorwerp of hulpmiddel te gebruiken. Stel je voor, je gaat ergens een act doen zonder dat je iets meeneemt, behalve jezelf. Wie wil dat niet? Mensen nemen koffers mee, pakken mee, kratten mee, bakken mee, flightcases, maar nee, jij komt met niks en doet dan een half uur show. Nou, dus een voorbeeld, het zijn een aantal dvd's, 4 in totaal. Je ziet shows, je ziet allerlei routines. Ze praten over het question and answer plot ook nog. Je ziet 2 complete lezingen van Luke Jermaine zoals hij die gegeven heeft tijdens zijn tours. Dus dat 2 lezingen. Ja, goed. Als je Luke Jermaine ooit aan het werk gezien hebt, dan weet je dat dit gewoon solide materiaal is waarover nagedacht is. Jermaine's Minds kost €95. Dan hebben wij nog een heel cool ding. En dat heet The Changeling. The Changeling is, ik draai een filmpje even hierboven. Ik heb nog geen tijd gehad om te prepareren. Binnenkort krijgen we meer tijd om te prepareren. Want er komt iemand bij in de winkel die een paar dagen per week komt meewerken. Waardoor we eindelijk wat meer rust krijgen. En waardoor ik ook meer tijd krijg voor het weer leren van trucs. En het vooral het maken van gimmicks die nodig zijn. Zoals deze. Nou, Changeling, zeer cool. Wat is het idee? Je leent bijvoorbeeld €5 van een toeschouwer. Je pakt van jezelf €10. Je geeft de toeschouwer €10 in zijn hand. Hij maakt zelf zijn hand dicht. Jij pakt de €5. En plotseling maakt de toeschouwer de hand open, ligt daar de €5 en jij hebt de €10. Dat is één van de manieren. Je hebt al een aantal mogelijke vertoningen. Allemaal mogelijk met The Changeling. Je krijgt een dvd met gimmicks, zoals ze dat noemen. Met behulp van de gimmicks maak je je eigen gimmick in welke geldsoort dan ook. In ons geval zal dat waarschijnlijk euro zijn. Maar je bent niet gebonden aan geld. Je kunt ook bijvoorbeeld kiezen om van krantenpapier naar geld te gaan. Of van wit papier naar tickets of krasloten of wat dan ook. Je kunt het een in het ander laten veranderen. Stel voor dat je zegt ik wil een gimmick maken van 5 naar €10. Dat kan. Het kost je 3 biljetten. Klinkt heel erg. Kost je 3 biljetten. Maar let op. Je moet misschien iets afknippen van een biljet. Van een bestaand biljet. Misschien dan ergens iets opplakken ook wel. Als dat het geval is. En je knipt dat. En je bewaart alle restjes. En je lijmt alles met rubbercement. Jawel. Rubbercement. Wat is rubbercement? Rubbercement is een lijm. Die op 2 zijden aanbrengt. Dus stel voor. Ik maak het even niet open. Stel voor. Je doet hier lijm op. En hier lijm op. En je laat het even drogen. Als het droog is en je plakt het dicht, zit het vast. Dat is normaal met lijm, maar niet als het droog is normaal. Maar zou je dit opentrekken, kun je de lijm eraf wrijven en je papier of wat je ook gebruikt is weer helemaal goed. Dus ook als je bankbiljetten op elkaar plakt en je besluit ooit ik ga die truc niet meer doen. En er ligt daarvoor een gimmick van €25. Haal je hem uit elkaar, wrijf de lijm eraf. Heb je misschien ergens een hoekje van afgeknipt, dan plak je het weer terug in het originele biljet. Dus geen man overboord. Changeling, uiterst cool, zeker aan te raden, kost €39,50. De gimmick maken is heel simpel, is te doen in een minuut of 10. En als je de gimmick eenmaal hebt, gaat hij in principe een leven lang mee. Stop met je portemonnee en je hebt altijd een mirakel bij je. De Changeling. Rubbercement overigens, als je niet hebt, verkopen wij ook. Klein potje, maar genoeg voor heel veel gimmicks en ook voor andere gimmicks te maken. Net als Extreme Burn, wordt ook gemaakt met rubbercement. Kost €8,95 en is ook te vinden op onze website. Dan ook een toch wel hot seller. Er is veel vraag naar. De Criss Angel Mind Freak Magic Kit. De Platinum Magic Kit. Platinum Magic Kit. Meer dan 350 effecten. Nou, ik zal hem even openmaken. Niet dat het heel veel zegt, maar je hebt een heleboel dingetjes erin zitten. Ik zie hier een pen door kaart, ik zie hier een doosje, ik zie hier speciaal draad, dvd, boekjes, sponsballetjes, mooie bekers zitten erbij. Oh, maar nog meer balletjes. Een gimmick om doekjes te laten verdwijnen en andere dingen. Doosjes om geld in te laten verschijnen, speciale kaartspellen, spijkertjes en te veel om op te noemen. Nou, met de dvd en een boekje kun je echt vooruit, staat alles gewoon in. Deze doos heeft een waarde van $250, maar let op, ik zeg het er even bij. Het is heel mooi opgenoemd, $250 waarde. Maar ik probeer het even op te zoeken wat ik aan het zoeken ben.
Namelijk, waar staat hij? Een deel van die waarde. Kan ik jullie vinden? Een deel van de waarde is een tegoed of korting op tickets wanneer je een show in Criss Angel gaat. Dus er zit niet voor $250 materiaal in de doos aan trucs. Maar ja, je vindt aan $250 een waarde samen met een tegoedbon waarmee je korting krijgt op de show in Vegas. Maar al met al een uiterst interessante doos voor de street magicians onder ons. Voor de prijs van €47,50. Je vindt hem in de categorie goochelpakketten op de website. Criss Angel. Wat hebben we nog? We hebben nog de Gypsy Yo-Yo. Ook een cool effect. Net nog niet geprepareerd. Naast de preparatie moet ik hem ook even nog oefenen. Dus ik kan hem nog niet laten zien. Maar hier langs laat ik even het filmpje draaien. Het idee. Je hebt de yo-yo. Je rolt je yo-yo af. En de yo-yo ketst op de grond. En zegt, ja, dat had ik vroeger ook al. Mijn draadje voor mijn yo-yo was te lang. Nou, vroeger knipte ik dat af, tegenwoordig ben ik sterk en je trekt een draadje los, trek een stukje ervan af, dan is hij nog te lang, je maakt nog een stukje eraf, nog een stukje eraf, nog een stukje eraf, totdat je nog een yo-yo hebt met een klein draadje eraan. Laat je ook zien, je laat ook tussen de yo-yo kijken dat er geen draad meer zit. Enkel een kort stukje. Je maakt van alle restjes een bolletje. Hangt de restjes aan het draadje dat over is. En dan komt het. Je blaast erop of je maakt een magische beweging. En je trekt de draad uit. En het is weer één lange draad. Rol hem op om de yo-yo. En je kunt echt yo-yo. Gypsy yo-yo. Eindelijk een versie waarbij het een reden heeft wat je doet. De klassieke Hindu thread, prachtige routine overigens ook, maar waarom trek je een draad stuk? Hierbij verantwoord je dat door te zeggen, mijn draad van mijn yo-yo was te lang en ik wil hem inkorten. Klopt. De yo-yo die je krijgt is geprepareerd. Dat wil zeggen dat het speciaal hiervoor is aangepast. Je krijgt erbij voor 10 vertoningen draad, want het kost je wel steeds draad. Nou, het draad wat je nodig hebt is sokkenwol, 100% katoen. Dat wil zeggen, elke breiwinkel, handenarbeidwinkel heeft dit gewoon liggen. En voor een paar euro heb je genoeg voor honderden shows. Preparatie duurt ongeveer, laat ik zo zeggen, je kunt de draden prepareren. Als je de draden geprepareerd hebt, en die bedraag je bij je, is het resetten 10-15 seconden. De draden zelf maken, laten we zeggen, een half minuut tot een minuut per keer. Dus als je even gaat zitten en 10 minuten lang draden maakt, heb je 10 gimmicks. En vervolgens is het 15 tot 20 seconden per keer om even te resetten. Mocht je wensen hebben voor kleuren, de kleuren staan niet op de website. Maar ik heb toevallig hier bijvoorbeeld rood, maar ik heb ook blauw. Ik heb ook groen, oranje en ik weet dat we ook nog paars hebben. Dus mocht je een voorkeur hebben, geef hem even op. Ik kan niet garanderen dat we ze allemaal hebben, maar dat mag. Gypsy Yo-Yo komt compleet met de yo-yo, draad en de DVD voor €52,50. Gypsy Yo-Yo. Een ander gaaf ding is dit. The Little Hand van Michael Amar. We hebben veel vragen gekregen naar dit ding en we hebben via Michael een hele partij kunnen regelen. Het effect laat ik je... Weet je wat, ik laat hem even vol in beeld zien, zoals hij dat deed bij een mooie televisieshow. Check hem even. Okay, here we go. It's a culmination of close-up a magic week. All day long, our switchboard has been jammed. People begging us to extend it another week. Wow. We're doing what we can. All right, we're on, okay, good. Yeah. Our first guest was named one of the most influential magicians of the 20th century by Magic Magazine. Ladies and gentlemen, please welcome Michael Amar. Michael, come on out. Okay, and now for the final vanish. This one, I'm going to actually let you see it disappear. If I place the coin in just the right spot,
right here. And I kind of do it in slow motion. You actually get to see the coin disappear. You ready? Well, I got to tell you, that's among the stupidest things I've ever seen. Dat is het effect. Hartstikke goed. Let op, er zijn veel kopieën, slechte versies op de markt. Ook heel veel rare latex plakkerige handjes. Niet nodig. Je krijgt daarbij deze speciale hand. Ik ga verder niet over de werking ervan vertellen. Je krijgt er ook bij een muntje. Daar zit erbij, daar hoort erbij. Maar je kunt ook bijvoorbeeld 5 eurocenten zo gebruiken voor het effect. Is het moeilijk? Nee. Ik kan het hier moeilijk in beeld brengen. Ik heb het net een paar keer getest. Maar daarom heb ik besloten om dat zo even te doen. Omdat ik het met camera in mijn eentje even niet goed in beeld krijg. The Little Hand. Speak ik even. Kost 29 euro. En is compleet met uitgebreide foto-instructies. En alles wat je nodig hebt. Dus wil je iets cools laten zien? Dit is er eentje. Dan. Eén spel kaarten. Ik hoop dat we duidelijk een beeld kunnen krijgen. We hebben een spel kaarten. Met de blauwe rug. Pakken de kaarten bij elkaar. De kaarten zijn allemaal verschillend uiteraard. Zo. De toeschouwer mag zelf ergens waar hij wil stop zeggen terwijl je riffelt. Bijvoorbeeld zou dat hier kunnen zijn. Nou, ga even niet doen. We gaan het even doen zonder dat je kunt zien welke kaart dat je gaat kiezen. Dus de toeschouwer mag riffelen. Dus hij zegt bijvoorbeeld hier stop. Kijk even welke kaart het is in dit geval. Onthoud de kaart goed. De kaart gaat terug in het spel. Nou, dat komt een mooie. Want de toeschouwer had namelijk elke kaart kunnen kiezen. Hij zelf kunnen kiezen uit het spel. Hij had elke kaart kunnen pakken. Hij heeft op de een of andere manier, ik zag het net toevallig op de camera, de harte vrouw gekozen. En nou is het leuke, die harte vrouw, die kun je namelijk omhoog laten springen. Omhoog in het spel. Dat gaat als volgt. Tik. Ik zei tik. Ik herhaal, ik zei tik. Oh, sorry. Net niet helemaal bovenop, hij blijft hangen onder de joker. Jokers zijn irritante kaarten. Waarschijnlijk zit er. Ja, zie je, hebt twee van die jokers. Nou, maakt niet uit. Het grappige is, harte vrouw was het toch? Ja. Nou, het hele spel bestaat namelijk plotseling alleen uit allemaal harte vrouwen. Kijk. Maar dat is nog niet alles, want al die kaarten die ze net een blauwe rugzijde hadden, zijn ook veranderd in allemaal kaarten met een rode rug. Zie? En het knockout deck is makkelijk te vertonen. Je krijgt het compleet met alles wat je nodig hebt. Kaartspel, maar daarbij ook een complete instructie. DVD. Is het een moeilijk effect? Nee, het is een speciaal spel. Dus daarom is de truc heel gemakkelijk. De set van DVD en kaartspel kost compleet 27,50 euro. Knockout deck. Dan hebben wij weer een nieuwe maand. Tenminste, morgen is het mei. En we hebben een nieuw mystery item van de maand. Nou, heb je ooit Dani da Ortiz uit Spanje het werk gezien, dan weet je wat hij allemaal kan. Hij verbaast de meest professionele goochelaars met zijn ideeën, met zijn effecten. Nou, we hebben een hele doos vol van de DVD-set Utopia van Dani da Ortiz. 4 DVD's vol met effecten waarvan je mond openvalt van verbazing. Is niet overdreven, is echt zo. Deze set verkopen wij normaal voor 155 euro. Maar als je de site gaat checken, zul je zien dat wij sowieso onze dvd's zijn aan het opruimen. Veel dvd's zijn 40-50% korting. En deze is deze maand enkel van 1 mei tot eind mei van 155 euro voor 75 euro. Hallo, dat is 80 euro. Gaat van de prijs af. Waarom? Omdat we een doos vol hebben. En die doos mag gewoon leeg. Dus wil je profiteren? 4 dvd's vol. Met niet simpele kaarttrucjes, maar echt verbluffende effecten. Voor 75 euro. Te bestellen via de link. Mystery item van de maand. En niet via de link van het artikel zelf. Want dan betaal je de volle map. Ik kijk weer even op mijn lijstje. Dat hebben we gehad, dat hebben we gehad. En ik denk dat we er een heel eind door zijn voor deze keer. Oh ja, één nieuwtje. Of nieuwtje. 5 mei. Dinsdag 5 mei is onze winkel gesloten. Zijn we dus niet open
Voor de rest zijn wij voorlopig normaal geopend. Was hem dat? Dat was hem. Bijna. 11 mei hebben we de lezing van Cyril Harvey. Wil je bij zijn? Er zijn nog plekken genoeg. 11 mei om 8 uur 's avonds. Cyril Harvey hier in de winkel. Meer info via onze website. Categorie lezingen aan de rechterkant. Nou, dan kap ik er echt mee. Tot de volgende keer. En een fijne dag. Doei doei.